Hallo en welkom bij het journaal van 8 uur 's ochtends. Ik ben Gingy Dijkhuis en hier naast mij zit Maud Nagelkerker. Wij gaan het vandaag hebben over de ziektes van de longen. De eerste ziekte... Wacht even, de microfoon is het niet. De eerste ziekte is alfa 1. Alfa 1 is een zeldzame erfelijke ziekte. Die de longen en andere organen beschadigen. Alfa 1 veroorzaakt andere ziektes, waaronder COPD. De volgende is de acute bronchitis. Dat is een ontsteking in de bronchiën. Dit komt vaak na verkoudheid en geneest vanzelf binnen 2 weken. BPD. BPD is de afkorting van bronchiopulmonale dysplasie. Is een longziekte waarbij de baby moeite heeft met ademhalen. Het komt vooral voor bij baby's die te vroeg geboren zijn. Bij astma zijn de longen continu ontstoken en verschillende klachten per persoon en per moment. En mensen met astma hebben het benauwd en moeten hoesten. CCAM. CCAM is een zeldzame aangeboren ziekte. Waarbij er holtes zitten in het longweefsel van de baby. Hierdoor kunnen de longblaasjes zich soms niet goed ontwikkelen. En kunnen baby's het benauwd krijgen. De volgende longziekte is bronchitasine. Je kan daarover struikelen met het uitspreken. Het is een zeldzame ziekte. Bij deze longziekte zijn de longen constant verwijt en geïrriteerd. COPD. COPD is een verzamelnaam voor synchronische bronchitis. En longenfyseem. Bij COPD zijn de longen ontstoken. En beschadigd. Mensen met COPD komen ademtekort en hoesten. Puntje. De volgende is CRT. Dat staat voor voluit congentiale hernia diafragmentica. Is een zeldzame aangeboren ziekte waarbij de baby een gat heeft in de middenrif. Natuurlijk zijn er nog veel meer ziektes. Er zijn nog 12 andere ziektes. Maar die noemen we vandaag niet op. Doei en tot de volgende keer om 3 uur. Alleen zijn wij er dan niet. Dit was het nieuws van 8 uur. Is nu 8:15. Kat! Hey! Hallo, hier is Ruben Staart en hier is Frederik Irritant. Hoe bij dat? Of? Bij dat. Ja, ja, we doen de weetjes over de weetjes en dat wordt heel leuk. Heel leuk. Heel leuk. Aan jou het woord. Weet je dat een volwassene man een opnamecapaciteit heeft, is een longen van 3,5 tot 4,5 liter. Oeh, dat wist ik 20 seconden geleden al. Weet je dat binnen 7 seconden ingeademde zuurstof of lucht in je kleine teen komt? Of zelfs in je hersenen? Aan jou het woord. Weet je dat een volwassen vrouw 2,7 tot 3,5 liter capaciteit heeft in haar longen? Ja, weet ik niet. Wist je dat een getrainde atleet 5 tot 7
capaciteit heeft in zijn longen 5 tot 7 liter. Sorry. Wist je dat je borstkas je longen beschermt? Hier zit je borstkas. We moeten weer aan het werk komen. Wist je dat 95% van de longkankerpatiënten rookt? En 5% niet. Wist je dat wist je dat je meer dan 300 miljoen longblaasjes hebt? Niks aan de hand. Oh, dat kan ik ook zeggen. Dan kan hij in mijn hand. Zo kan ik het gewoon niet zijn. Nee, oké. Oké, doe zo. Wist je dat ingademde... Wist je dat ingeademde lucht 20% zuurstof, 5% kooldioxide en... De rest is vooral stikstof. Wist je dat uitgeademde lucht 15% zuurstof bevat? En sorry, wat is dat zuurstof? Dan weet je dan, staat er ja. Bevat en 4% kool. Dat kan ik ook niet lezen. Dioxide. Dat waren de dingetjes. Hallo en welkom bij het nieuws van Netwerksavond. Ik ben Tjintje Dijkhuis, hier links naast mij zit Frederik Bijlands, ook wel ik dan. En hier rechts naast mij zit Ruben Stout. We gaan het vandaag hebben over tips voor gezonde longen. Tip 1. Beweeg of sport elke dag. Tip 2. Rook niet. Eet gezond. Mijn beste tip die ik kan geven. Oh nee, die komt zo. Tip 4. Maak muziek. Tip 5. Zorg voor frisse lucht. Tip 6. Begin nooit aan vrouwen van je leven. Tip 7. Hou rekening met smog. Tip 8. Herken klachten op tijd. Tip 9. Was je handen en voeten. Welkom bij het nieuws. We hebben een interview met iemand die echt heel veel rookt. Dat niet heel goed is. Lekker. Waarom rook je eigenlijk? Heerlijk. Heerlijk. Roken is zo lekker. Zo heerlijk. Ja. Waarom is het dan zo lekker? Nou, gewoon een lekker stokje, lekker roken. Ik wou lekker. Ja, lekker. Moet je ook trekken? Nee, liever niet. Al voor mij, lekker. Zo, Wat is dat? Ja. Lekker roken. Iedereen moet lekker roken. Lekker gezond. Nou, wist je dat 95% met de mensen die roken, 95% ervan van de mensen krijgen roken. Ja, maar ik hoor bij die 5%. Even niks aan de hand, niks aan de hand. Hoe lang per dag rook jij dan? Hoe lang niet? Ik weet ook wel. Ik rook eigenlijk heel lang. 10 pakjes. 500. Ja, wat is er nou? Ik heb een beetje hoesje, moet ik nog een tweetje doen. Ja, maar eigenlijk hoef ik niks van jou te weten, want ik weet al genoeg. Nou, lekker roken. Iedereen moet roken. Roken. Heel gezond. Roken is zo stom. Het is vies, het is stom, het is raar. Je kan er ziek van worden. Ik hoest ook nog.
Nee, dit moet ik buiten ook? Ga ik buiten ook? Ja, het is voor mij. Ja, jongens, even. Welkom bij het nieuws. Ik ben Ginger Dijkhuis. Hier rechts naast mij zit Frederik, irritant, bij de hand arrogant. En rechts van haar zit de beroemde, sterke atleet Ruben met Land. Frederik, jij mag de eerste vraag aan me stellen. Waarom wilde jij graag deze sport doen? Omdat ik het, ja, ik vond het gewoon een superleuke sport. En vroeger, toen ik uit mijn moeders buik kwam, toen werd ik al met een handstand, werd ik geboren, gewoon zo op mijn handen. En toen zei ze van, dit wordt een wonderkind. Oké. En duurt het lang als je op adem komt? Nee joh, het duurt nog ineens een milliseconde. Oké. Hoe vaak train jij in de week? Ongeveer, hoe reken je dat uit? 7 keer 24 reken maar uit. Ik weet het ook niet. Nou, 7 keer. Drink jij? Nee. Maar misschien soms een pintje, maar voor de rest niks. Oké. Rook jij? Nee. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar ik vond het snotvies. En heb je een ziekte of heb je ooit een ziekte gehad bij de longen? Nee, echt haast nooit. Eigenlijk helemaal niet. Oké. Okay. Dus jij hebt ook geen probleem met je longen gehad? Nee, eigenlijk niet. Ja, maar ja, 1 keer moest ik hoesten. Dat was 4 jaar geleden. En ja, okay. Voor de rest niks. Wat voor oefeningen doe jij? De rekstok. En ja, bij de rekstok ben ik vooral het beste. En voor de rest, de rug doe ik soms, vloer en ja, frontage ben ik heel goed in. Mag ik één ding vragen? Hoe gaat de vloer? Je moet gewoon een paar halstandjes, flikvlakjes, achteruit, salters enzovoort maken. Oké. Okay. En hoe lang doe jij je turn al? Wat ik er net zei, sinds ik uit mijn moeders buik kwam en toen ging ik officieel op turnen al toen ik 2 maanden was. Okay. Ja. Oh, dat is denk ik ook wel heel knap als baby, want als baby ben je nog niet de allersterkste. En heel vroeg. Ja. En hoe vaak druk jij op in de week? Ja, super vaak. Elk uur moest ik van mijn ouders iets van 200 keer opdrukken. Dus dat is echt bizar. Okay. Ja, maar dus je doet elke dag, doe je elk uur 200 keer opdrukken. Maar dat doe je dan de hele dag door. En dat is dus je training door de week, begrijp ik dan. Ja. Okay. En laat je spierballen eens zien, want ik geloof het niet echt. Ja, nee, ik geloof niet. Dit is zo stom. Nee, jij bent heel stom. Ik snap ook niet waarom we een studio hebben. Nee.